En dan word je 50 en dan kijk je helemaal terug op je leven natuurlijk. En dan denk je van, oké, dat theater ga ik in. Wat vertel je in theater? Wat wil je laten zien? Wat ik wil laten zien is dat... Kijk, toen ik 30 was, had ik me voorgenomen van dat ik op mijn 50ste echt... dat ik, jongen, ik zou gezetteld zijn, alles zou klaar zijn. Ik zou een Aston Martin rijden. Ik zou met mijn vrouw naar mijn tweede huis in Monaco rijden. Ja. Van daaruit op een zeiljacht, de SS Tante S, zouden we de 7 wereldzeeën bevaren. En op een gegeven moment kom je erachter dat het allemaal niet gelukt is. En eigenlijk is alleen mijn vrouw gelukt. En dus is het allemaal mislukt. En wat ik wil leren is dat je, als je op een gegeven moment op het punt komt, dat we ook dingen anders naar dingen kunnen kijken. Kort geleden kreeg ik plotseling te melden dat ik een tumor had in mijn lichaam. Dat vertel ik in mijn programma helemaal. En ik was op een gegeven moment, dus ik was helemaal kapot toen ik hoorde. Ik begon echt te denken van, oké, wat voor liedjes wil ik op een begrafenis? En hoeveel geld moet ik voor mijn vrouw achterlaten? Dat soort dingen. En toen kwam ik erachter van, nee, je moet anders aan dingen denken. En toen ik een positieve mindset kreeg en dingen anders durfde, voelde ik me ook beter. Het is allemaal goed gegaan. Ik had niets ernstigs, niets engs of zo. Maar je merkt wel dat we zijn in een soort waan van alle dag, waarbij we heel gewoon onszelf gek laten maken door wat we lezen, wat er gebeurt en noem maar op. En ik probeer met dit programma te zeggen van, kijk ook anders naar dingen. Probeer ook anders dingen te benaderen. Ik bedoel, we hebben zo'n heerlijk land op in te wonen. We wonen in het 6e beste land, 5e beste land. En toch zeiken we de hele fucking dag in het land. Toch zijn we nooit tevreden. Toch klagen we op alles. En er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Maar even, wat voor tumor was dat? Ik had een tumor in mijn testicle. In mijn linker testicle. Had, het is verwijderd. Was dat een goedaardig... Het was goedaardig. Het bleek op een hoop van testosteroncellen te zijn. Mijn mannelijkheid. Dat zei jij of dat zei de dokter dat? Daar heb ik ervan gemaakt. Maar alles is... alles is perfect. Alles is goed. Maar dus dat kwam er allemaal ook nog bij in die periode. Dus er kwam zoveel op me af. En dat heeft me ook dit programma steeds meer laten vormen. Van, ik geef een positieve blik op het ouder worden. Van wat er leuk aan is, weet je, dat mijn lichaam is een stuk relaxer. Nu, vroeger was alles gespannen, nu kan ik het lekker laten hangen. Weet je, het is ook mijn relatie met Shayla. Ik bedoel, het lijkt alsof mijn relatie steeds intenser wordt en steeds leuker wordt met mijn vrouw. Zelfs na 30 jaar. Zelfs na 30 jaar dat we nog samen... Volgend jaar ga ik er opnieuw ten huwelijk vragen. Zo? Ja, ze weet het al hoor, ik zou het verrassen. Laat me toch zeggen... Weet ze ook al hoe en wanneer en waar? Ze heeft het gepland. Oh. Dat komt helemaal goed. Het is voor mij gewoon van, ook dat wordt leuker, weet je. Van, ik ken mensen in mijn omgeving die op een gegeven moment aan een tweede leg beginnen op deze leeftijd. Ik moet er niet fucking aan denken dat ik nu met een vrouw van 20 jaar of 30 jaar jonger moet beginnen. En weer moet gaan uitleggen wat ik leuk vind, wat ik lekker vind, hoe je mijn boterhammen moet smeren. Dat soort dingen wil ik niet opnieuw. Dat gaat je zeggen, je moet het zelf smeren. Dat bedoel ik, daarom. Maar dat doe ik thuis sowieso, maar dat heeft Shayla ook. Ik bedoel, nu kijk ze niet, want ze zit in Suriname. Maar ja, ze heeft me zelfstandig gemaakt en daar ben ik heel blij mee.